Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten, u en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via internet met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee A. van de Bovenkamp uit Scherpenzeel. En de schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 16, de versen 25 tot en met 33. En het thema voor de prediking is Jezus blijft ons bemoedigen. Mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag zijn de leden van de wijken 8 en 1 aanwezig in de kerk. En voor volgende week zondag 23 mei worden voor de ochtenddienst dan de wijken 2 en 3 uitgenodigd. En voor de middagdienst de wijken 4 en 5. Dan de bestemmingen voor de collecte van vanmiddag. Die zijn als volgt. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en de derde collecte is voor het bouwfonds. Kunt u bijdragen op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We beginnen nu deze dienst met het zingen thuis of hier in de kerk. Luister naar Psalm 103, vers 6. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Onze hulp verwachten wij van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en leeft tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk van zijn handen. Deze God is bij ons en namens hem mag ik u en jullie begroeten. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen of we luisteren nu naar Psalm 3, het tweede vers. Psalm 3, vers 2.
Verbonden met de kerk van altijd en overal belijden wij ons geloof. En daarna volgt Psalm 46, vers 1 en 4. Een psalm van bemoediging dat de Heere onze schuilplaats is, ook in de moeilijke tijden van ons leven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Laten wij nu samen bidden onder leiding van de Heilige Geest. Grote en almachtige God, Vader in de hemel, wij aanbidden u. Wij loven u dat u God bent. Wij prijzen u dat u almachtig bent. Dat u altijd bereikbaar bent, waar wij ook gaan, u bent daar. Dank u wel dat we mogen weten dat u vandaag bij ons bent. Dat belooft u als we in uw naam bij elkaar zijn. Dank u wel dat u ons nooit alleen laat. Maar altijd bereikbaar bent. Dat ook al hebben we nog enkele dagen geleden Hemelvaartsdag gevierd, waarin u, Heer Jezus, terugging naar de hemel, dat we toch niet alleen zijn gelaten, maar dat u bij ons bent door uw geest. Wij lezen de Bijbel daarover. We leren u daarin beter kennen. En wij beseffen, Heere, dat dat ook nodig is. Omdat vanuit ons overzicht van het leven we hele andere conclusies zouden kunnen trekken dan dat u die bedoelt. We zijn hier bij elkaar gekomen of we luisteren thuis of waar dan ook met ons verbonden naar de boodschappen die u ons aanreikt uit de Bijbel. Wilt u dan die woorden die we lezen, die we overdenken, naar ons leven toebuigen? Leer ons uw overzicht. Bemoedig ons als we zorgen hebben over ons leven. Als er angst is in ons leven, als er onzekerheid is, ook over wie u bent in ons leven. Heere, wilt u zelf de leiding nemen dat die boodschap die u voor ons klaar hebt gezet, dat die boodschap ook overkomt. Wilt u daarom onze oren openen, ons hart, onze mond en ons opnieuw laten ontdekken dat u ons inderdaad niet aan ons lot overlaat, maar dat u naar ons toekomt, telkens weer met uw woorden. Heren, dat bidden wij in een wereld die vol onrust is, vol haat, vol oorlog, vol ongerechtigheid. En we bidden voor die wereld die via de media naar ons toekomt en waar we ook zo onrustig over kunnen worden en grote vragen hebben in de spanning van het leven. Als het gaat over spanning tussen uw volk Israël en de Palestijnen. Als het gaat over allerlei andere brandhaarden in deze wereld. Als het gaat over onze broers en zussen in het geloof die vervolgd worden vanwege hun geloof. Als een virus over deze wereld raast, dan aan de ene kant in onze eigen omgeving de zaken beter lijken te gaan, maar we de beelden zien en de woorden horen over India, over Nepal en zoveel andere plaatsen over deze wereld. Dan grijpt het ons aan, dan maken we ons zorgen als ook door al die politiek heen over dit hele wereld rond zo duidelijk wordt dat we veel te vaak aan onszelf alleen denken. En Heere, wij bidden dat u ons dat vergeeft. Maar we bidden ook dat we moedig zijn. Dat we niet alleen aan onszelf denken. Maar gevuld door uw liefde, die liefde uitstralen in woorden, in daden, in mogelijkheden die u ons aanreikt, in de collecten waarvoor we geld mogen geven.
in de gebeden die we naar u mogen opzenden. Heren, wij bidden van u dat u ons de weg wijst door het leven. Want soms lijkt het wel of u ons alleen hebt gelaten. Vanuit ons overzicht. Vanuit wat wij meemaken in het leven. Met wat ons als bedreigend naar ons toekomt op allerlei manieren. Geef onderwijs vanuit uw woord om een weg door de gebrokenheid van dit leven heen te vinden met u en naar u toe. Dat bidden we voor oud en voor jong. Heer, u kent ons. En we hoeven u niet eens precies te vertellen wat wij nodig hebben. Want hoe zouden wij dat beter kunnen weten dan dat u dat weet? En daarom bidden we heel eenvoudig. Heere, help ons. Zoals u alleen dat kunt. En wilt u ons horen en verhoren in de vergeving van onze zonden. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij lezen vanmiddag uit de Bijbel Johannes 16 vanaf vers 25. Johannes 16 vanaf vers 25. En daarna luisteren wij naar Psalm 27 vers 1 en 2. Psalm 27, 1 en 2. Naar de lezing van Johannes 16 vanaf vers 25. We zijn dan aan het einde van de toespraak, zou je kunnen zeggen, die de Heer Jezus uitspreekt naar zijn discipelen aan de Pesachmaaltijd, nog voordat hij zal gaan lijden en sterven. We lezen deze woorden. Deze dingen heb ik, zegt de Heer Jezus, in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen hem: zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hun: gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Echt gelukkig zijn we als we Gods woord horen en dat ook ter harte nemen.
Na de verkondiging staat opnieuw deze psalm centraal, dan vers 5 en 7. Psalm 5, 27, vers 5 en 7. De verkondiging die loopt eigenlijk uit zoals ook dit gedeelte eindigt met die woorden die we gelezen hebben in Johannes 16, vers 33, dat laatste gedeelte. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En het thema is, Jezus blijft ons bemoedigen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Ben je wel eens bang? Bang in onzekere situaties, hoe ze er ook uit kunnen zien in uw of jouw leven? Bang voor wat er gaat gebeuren in deze tijd, die we ook vaak eindtijd terecht noemen? Ben je bang hoe het verder moet als corona nog langer duurt? Of als oorlogen misschien niet heel ver weg blijven, maar dichterbij komen. Vanuit ons overzicht kan je soms bang zijn. Bang zijn, hoe moet dat nu verder? Vanuit ons overzicht, zeg je dus. En vandaag, in deze verkondiging, mogen we ook iets zien vanuit het overzicht van de Heer Jezus. En dat mag ons bemoedigen. Als papa heel dichtbij is, dan ben je niet bang, toch? Maar als papa heel ver weg is, dan ben je soms wel bang, denk ik. Ja, nu ben ik zelf papa, dus nu moet ik zelf niet meer bang zijn. En dan ga je als stoere man door het leven, maar je bent gemens met alle dingen die op je af kunnen komen. Maar dicht bij papa ben je niet bang. En daar gaat het dus vandaag ook over. Het is nog maar net hemelvaartsdag geweest. De Heer Jezus gaat terug naar de hemel. En dan zou je denken, zonder de Heer Jezus ben ik ook bang. Durf ik ook niet verder in het leven. Maar het bijzondere van het geloof dan is, dat God er altijd is. En vandaag bijzonder lezen we dat om te bemoedigen. Jezus blijft ons bemoedigen en vanuit ons tekstgedeelte zijn er eigenlijk drie dingen die we naar voren halen daarin. Jezus blijft ons bemoedigen allereerst door contact, wat er blijft. Ten tweede door onderwijs dat hij geeft. En door overzicht dat hij voor ons creëert. Dus het gaat dan over contact, onderwijs en overzicht. En het gedeelte dat dan voor ons ligt, is dan die afsluitende gedeelte van, eigenlijk begint dan hoofdstuk 13 al, tot en met 16, waarin de Heer Jezus zijn discipelen voorbereidt op de tijd die komt, als hij er niet meer zal zijn op aarde, maar teruggegaan is naar de hemel. En we lezen telkens weer in deze hoofdstukken dat de discipelen bang zijn, onzeker, verdrietig. En meerdere keren bemoedigt de Heer Jezus hen en zegt, je hoeft niet bang te zijn, want ik laat je niet alleen. Ik zal een andere trooster, bemoediger, helper, de Heilige Geest geven. Hij noemt zichzelf dus eerst zelf die helper. Maar hij zegt, dat gaat door. Ook al ben ik uit jullie zicht verdwenen. En zo bereidt de Heer Jezus zijn discipelen voor op de tijd die komt. Heel bijzonder, nog voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, want we zijn er nog voor als we hier Johannes 16 hebben opengeslagen. Maar Johannes is een hele bijzondere evangelist die die tijd van de Heer Jezus op aarde beschrijft ook vanuit de tijd na Pinksteren. En hij kijkt vanuit een nieuw overzicht daar eigenlijk naar. Ook op andere momenten in zijn evangelie
wijst hij daar soms op. En je ziet het hier ook. Alleen al in die woorden waarmee we afgesloten hebben, ik heb de wereld overwonnen. Dat zegt de Heer Jezus op het moment dat hij nog zal gaan lijden en gaan sterven en weer op zal staan uit de dood. En zo krijgen wij een ander overzicht dan wij vaak hebben. Omdat de Heer Jezus duidelijk maakt, dit is het plan van God. Houd maar moed. En zo luisteren we ook naar dit Bijbelgedeelte. Allereerst dat contact wat er is. Als je zou gaan turven in deze hoofdstukken, hoe vaak woorden als blijven, in mij zijn, wonen genoemd worden. Ik heb ze niet allemaal opgeteld, maar dat zijn er heel veel. Op allerlei manieren duidt de Heer Jezus aan dat er verbondenheid is in de hemel tussen Vader, Zoon en Geest. Dan hebben we het over dat voor ons niet te begrijpen drie-eenheid, zoals de Bijbel ons leert wie God is. Die bijzondere verbondenheid die we telkens dus ook weer lezen. Zoals we ook in vers 32 gelezen hebben. Toch ben ik niet alleen omdat de Vader bij mij is. Je kunt je even afvragen als je dat hoort. Maar hoe zat dat dan toen de Heer Jezus aan het kruis hing? Riep hij toch uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik denk dat de Heer Jezus dat echt op dat moment zo heeft ervaren, ook als mens. Wat het betekent om door God verlaten te zijn, door Gods toorn over de zonde. Maar telkens weer, en Johannes doet dat in zijn hele evangelie, zegt hij, maar er is contact tussen de hemel en de Heer Jezus op aarde. En nu vandaag, als de Heer Jezus in de hemel is, in de hemel. Verbinding. Een boodschap die niet door onze ogen gezien kan worden, maar die we wel mogen geloven. En geloven is nou juist, denk maar aan de woorden in Hebreeën 11 bijvoorbeeld, dat vele mensen ons zijn voorgegaan en gezegd hebben van, ja, ik vertrouw daar toch op, ook al zie ik het niet, ook al kan ik het niet afmeten aan de omstandigheden van mijn leven. Er is contact in de hemel, maar er is dus ook contact met de hemel. Deze hoofdstukken zitten zo boordevol met prachtige woorden. Ik kan ze niet allemaal gaan aanhalen, maar lees voor jezelf maar eens hoofdstuk 17, wat hierop volgt, bijvoorbeeld, waarin we even mee mogen kijken in het gebed van de Heer Jezus tot zijn Vader in de hemel. En dan gaat het weer over die verbondenheid tussen Vader, Zoon en Geest, maar gaat het ook over de verbondenheid van God met ons. En zo maakt de Heer Jezus duidelijk dat er contact is, ook vandaag op 16 mei 2021, als wij nog in leven mogen zijn. En dat is al heel belangrijk als je vanuit onze vierkante meter, waarin we leven en kijken om ons heen, allerlei conclusies zou kunnen trekken, ook over God. En de Heer Jezus wil ons leren om niet vanuit ons overzicht te leven, want dan word je ontmoedigd. Dan word je bang, kan je eigenlijk niet verder. Maar we krijgen als het ware een inkijk in Gods overzicht. Ik heb de wereld overwonnen. Hoor het klinken, deze woorden, aan die Pesachmaaltijd, paasmaaltijd van de Heer Jezus met zijn discipelen. Er is contact. En dat moeten zij weten en dat moeten wij weten. Want je zou ook kunnen denken, als Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. En wij in geloof mogen leven en zeggen, daar mogen wij in delen in die overwinning. Dat je zegt, zoals het bij die discipel op dat moment eraan toe gaat, dat je zou kunnen denken, het is nu het einde van de stage. Ze hebben 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken.
Ze hebben heel veel geleerd en moeten nu op eigen benen staan. Dat maak je misschien ook wel mee als je zelf stage loopt of hebt gelopen. Dat je ontzettend onzeker bent, omdat je zo vaak om je heen in het bedrijf, op de school waar je stage loopt, of waar dan ook denkt van, maar dat kan ik helemaal niet. Omdat je vanuit jouw overzicht dan al denkt, ik moet alles kunnen, ik moet alles weten, ik moet alles zien. Maar dit moment is niet einde stage voor de discipelen. Het is misschien juist het begin van de vooropleiding. En zo zullen ze onderweg gaan, maar leert Heer Jezus, er is contact. En ga dus niet op eigen benen staan. En dat is een heel groot gevaar, elke dag ook weer voor ons leven, dat wij ook in geloofsopzicht op eigen benen denken te kunnen gaan staan. Ik weet het nu wel. Ik ken de Bijbel nu wel. Ik weet wat God van mij vraagt. Allemaal van dat soort opmerkingen die dan, je zegt ze misschien niet eens hardop, maar je denkt ze. Maar de Heer Jezus zegt, onthoud, er is contact. Er is contact mogelijk. Ja, en wat is dan het bekendste voorbeeld van hoe je contact met God kunt hebben? Dat is bidden. Dat is bidden. Vele malen ook door deze hoofdstukken heen gaat het ook over bidden. Om dat contact maar te oefenen. Nou, denk maar eens aan je eigen gebed. Hoe ga je met dat gebed om? Wat zeg je tegen de Heere God? Vraag je alleen maar dingen die jij denkt nodig te hebben, weer vanuit jouw overzicht? Of durf je ook met het Onze Vader mee te bidden, zeggen, u wil geschieden. En heel kwetsbaar zijn hoor, als het leven zwaar is. Besef ik. Maar dat je oefent dat gebed als heel belangrijk middel is om dat contact met God te oefenen. Het leven met hem te delen. Misschien eens even geen vragen stellen. Maar gewoon, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Voor mij helpt het altijd als ik even door in het bos ga lopen. Dan ben ik even uit mijn studeerkamer, uit mijn woonsituatie. En dan loop ik in het bos en dan vertel ik tegen de Heere God wat er in mijn leven gebeurt. Praat ik hem bij? En dan vertel ik hem mijn zekerheden, mijn onzekerheden, vooral die laatste. En dan dank ik hem dat er contact is. Zelfs op de momenten dat ik me dat niet kan voorstellen. Misschien denk je dan toch nog wel, je zou eens moeten weten hoe mijn leven eruit ziet. Dan heb ik wel degelijk alle reden om te denken dat God mij alleen heeft gelaten. En heb je met heel veel pijn en moeite hemelvaartsdag beleefd. Heeft hij ons dan toch niet in de steek gelaten? Ik kwam woorden tegen uit 2 Korinthe, 2 Korinthe 5, van de apostel Paulus. Apostel Paulus die als geen ander weet wat het is om moeilijkheden in het leven te hebben, juist omdat hij in dienst van de Heere wil gaan, onderweg gaat en daar een heel hoge prijs van moet betalen. Maar om het vol te houden dan zegt hij deze woorden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Geest als onderpand. De geest is er al als het bewijs dat God er is, dat God bereikbaar is. En dat bemoedigt Paulus in de gevangenis, in de moeilijke omstandigheden van zijn leven. En dat is precies ook wat hier gebeurt. Want tot 4 keer toe, eigenlijk 5 keer toe, wordt heel expliciet in deze hoofdstuk ook de komst van de Heilige Geest aangekondigd. De trooster, de pleitbezorger, de helper. Moeilijk woord te vertalen, maar hij staat voor ons in. Hij zal ons niet alleen laten. En het vraagt geloofsogen om dat te zien. En dat je uit jou, en dat ik uit mijn overzicht stap en zeg,
dat geloof ik, Heere, en daar hou ik mij aan vast, zoals Paulus dat verwoord in deze woorden van 2 Korinthe 5. We zijn niet alleen, maar God is bereikbaar nog steeds door zijn geest. En zo bemoedigt Jezus ons. Maar dat doet hij niet alleen door contact te hebben met ons, maar ook door onderwijs. Telkens weer, en daar zijn deze hoofdstukken ook voorbeelden van, onderwijst de Heer Jezus zijn discipelen. En hij geeft hun dus dat overzicht. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is de werkelijkheid. Dat wordt nu al gezegd. Telkens weer, en je ziet de Heer Jezus met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. En al die momenten daarvoor dat hij onderwijs geeft. Maar ze begrijpen er vaak helemaal niks van. En er wordt gesproken over beeldspraak. En de Heer Jezus heeft beeldspraak gebruikt. Gelijkenissen, andere vergelijkingen. Om op die manier iets duidelijk te maken van de komst van Gods Koninkrijk. Dat eigenlijk niet eens in woorden te vatten is, maar in die vergelijkingen iets oplicht. En ze vragen zich steeds af, en het is zelfs zo vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat, vraagt hij: wanneer zult u het koninkrijk van Israël herstellen? Zelfs op dat moment begrijpen ze nog heel veel niet. Maar de Heer Jezus zegt: ik zeg het nu alvast tegen jullie. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Dat is even de conclusie die de discipelen zeggen als reactie op de mededeling dat de Heer Jezus zegt: ik zal terug naar de Vader gaan. En dat zijn eigenlijk ook wel boeiende woorden, zeker omdat de Heer Jezus die woorden beantwoordt, zoals we dat lezen in vers 31... dat hij vraagt: gelooft u nu? Klinkt eigenlijk een beetje cynisch, lijkt het wel. Snap je dit wel? Pas even op waar we net ook al naar luisterden. Dat je niet die zelfstandigheid hebt van nu weet ik het allemaal wel. Maar dat je afhankelijk blijft van mij, dat zit hier ook in. En je ziet de conclusie trekken van de discipelen. Zeggen: ja, nu valt alles op zijn plek. Nu begrijpen we het wel. Maar je weet, ja, op dat moment zullen nog veel ontdekken. En dat zegt de Heer Jezus ook. Zie, de tijd komt, vers 32, en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en mij en u mij alleen zult laten. Wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt: jullie denken het nu wel te begrijpen, maar een goede dag later, eigenlijk uren later, zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Dan zullen jullie weer vanuit jullie overzicht kijken naar wat er gebeurt als ik gevangen genomen ga worden. En zal gaan lijden en sterven. En jullie ook gevaar lopen. En jullie nog maar één ding denken: wegwezen, zo ver mogelijk hier vandaan. En niemand blijft uiteindelijk bij hem. Jezus zegt het nu alvast, zoals hij ook aankondigt dat Petrus hem zal verloochenen. Niet om het nog eens even stevig onder de aandacht te brengen, maar om te leren dat wij onderwijs van hem nodig hebben. Omdat we nogmaals vanuit ons overzicht te snel kunnen denken dat wij het begrijpen. En dat is best heftig. En je voelt die spanning in dat gedeelte dat we gelezen hebben van: wij begrijpen nu eindelijk wat u bedoelt, Heer Jezus. En wij kunnen dus daarmee verder, denken we. Ook dan, kort daarover, zegt de Heer Jezus van: er is weer dat contact om daar met mij
over door te spreken. Om zo onderwijs tot me te nemen. En deze woorden dat de Heer Jezus ons bemoedigt, maar ook aanspoort, door onderwijs te geven, lezen wij vandaag opnieuw in de Bijbel. Misschien vind je het heel gewoon, ja, het is nog best wel bijzonder dat je nu weer in de kerk kan komen, terwijl het heel lange tijd niet kan. Maar besef eens en denk daar eens even over na. Hoe bijzonder het is dat je hier in de kerk zit of thuis meeluistert, meekijkt en zegt, opnieuw ontvang ik vandaag, voor de tweede keer alweer, onderwijs van de Heere God. Omdat Hij ons zo goed kent en weet dat wij dat onderwijs nodig hebben om vanuit zijn overzicht te leren leven. Of in andere woorden, ons toe te vertrouwen aan Hem die het overzicht heeft. En het onderwijs van de Heer Jezus bevat dan gelukkig ook dat Hij daarmee door zal gaan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is wat de Heilige Geest vandaag doet en gisteren doet en alle jaren even voor ons al heeft gedaan. Maar als we dan eerst geluisterd hebben naar het contact wat er is en wat bemoedigend is, en dan nu naar het onderwijs hebben geluisterd wat de Heer Jezus steeds weer geeft, dan zul je toch merken dat je leerling bent, discipel bent, dat is leerling. Leerling van God, volgeling van de Heer Jezus. En die twee woorden die je voortdurend in de evangelie tegenkomt, illustreren dit wat de boodschap daarvan is. Als je leerling bent, dan heb je onderwijs nodig. Dat weet je op school ook wel. Je zit niet op school omdat je alles al weet, toch? Ja, sommigen zijn heel slim en die denken wel eens, ik weet het al, en dan kan een les ook best wel saai zijn. Dat kan zelfs als je nadenkt over geloven. Dat je zegt, ik weet het nu wel, saai. Het vraagt, en laat het een plek in je gebed hebben, om te luisteren naar God. En hoe meer je dan van God leert, onderwijst wie de Heer Jezus is, hoe krachtig de Heilige Geest werkt om je daarbij te helpen. Want dat is het bijzondere, dat dat onderwijs krijgen wij, maar de Heilige Geest is de leraar. Of zoals de Heer Jezus ook in deze hoofdstuk, meester wordt genoemd. Hij is erbij om ons te leren. Door de Heilige Geest. Heb je dan geen vragen meer? Want ja, je zou kunnen denken, als ik maar genoeg leer van wie de Heer God is, dan heb ik geen vragen meer. Nou, er kunnen nog heel veel vragen zijn. Maar durf ook te leren dat ook al heb jij misschien heel veel vragen, en misschien op de middelbare school of de universiteit of waar je dan ook studeert, dat je heel veel vragen hebt en heel veel niet begrijpt. En dat is lastig. En ik zou zeggen, fijn als er een plek is, en ik hoop dat het ook hier is, dat je die vragen kunt stellen. Maar leer ook te leven dat je zegt, mijn overzicht is niet leading, maar Gods overzicht. Dat is ook het derde punt. Dat de Heer Jezus bemoedigt door overzicht te geven. Vers 33. Lezen we dan, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Eerst zegt de Heer Jezus, jullie zullen mij verlaten. En tegelijkertijd, zonder dat het hier staat, zie je, het gaat nog verder dus. En dat blijkt na de hemelvaart, na Pinksteren ook zo te zijn. Het gaat verder. Ze worden de wereld ingezonden, de discipelen. Maar je ziet meteen in Handelingen op elke bladzijde dat er zoveel weerstand is. Dat er zoveel verdrukking is. Dat er zoveel tegenstand is van de Joden, van de heidenen,
waar dan ook Petrus, Johannes, Paulus en alle anderen gaan het ontdekken. En het valt me dan op dat in deze hoofdstukken het daar heel vaak over gaat. Dat als het gaat over die tijd na de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, de tijd waarin wij ook leven tussen de hemelvaart en de terugkomst van de Heer Jezus, is een tijd van verdrukking, is een tijd van haat van de wereld. Hoofdstuk 15. En ik loop er steeds nog over na te denken. En waarom zegt de Heer Jezus dat zo expliciet? En merken wij daar misschien wel heel weinig van? Nou, misschien. Ja, natuurlijk op school komt het wel voor dat iemand je uitlacht omdat je naar de kerk bent gegaan. Of omdat je zegt dat je gelooft. Of dat je iets niet mag doen op zondag omdat je dan de tijd neemt om te luisteren naar het onderwijs van onze God. Haat in de wereld. Ik denk dat het in eerste instantie slaat op die discipelen die uitgezonden worden, die apostelen die onderweg zullen gaan. En de Heer Jezus zegt, oké, ik creëer overzicht. Want je kunt denken van, nu ga ik dan vanuit het contact met God, nu ga ik dan vanuit het onderwijs wat ik heb gekregen en wat ik nog meer zal ontvangen, ga ik onderweg. En dan zal het gebeuren. Dan zal God mij zegenen. Dan zal God mij onderweg alles geven wat ik nodig heb. En dan zal het leven op rolletjes gaan. Maar, zegt de Heer Jezus, twee keer eigenlijk in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 15, zegt hij, maar een slaaf, een dienaar, zoals wij mogen zijn, van de Heere God, is niet meer dan de meester. Als ze mij hebben gehaat, zullen ze ook u haten. Dat is misschien niet een overzicht waar je op zit te wachten. Misschien als je juist zegt, ja, dat spreekt me aan, ik heb die bemoediging nodig. Mag het eindelijk nou eens een keer wat makkelijker in mijn leven gaan, in mijn omstandigheden, in mijn contacten met andere mensen. En dan dit. Ik denk niet dat het, lieve mensen, hier staat om aan te duiden van nou dat je niet goed gelooft als je niet geen weerstand ervaart. Maar laat wel de vanzelfsprekendheid ervan afgaan. En jouw angst ook voor wat mensen zullen denken als jij uitkomt voor de naam van God. En denk dan nog eens aan deze woorden die we overdenken uit Johannes 16. De Heer Jezus dat overzicht geeft, maar wel in alles klinkt, wat aan het eind van de Matthäus-evangelie ook klinkt, dat hij zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Zo eindigt het Matthäus-evangelie, zonder dat Matthäus de hemelvaart beschrijft, maar hij beschrijft eigenlijk wel de conclusie. Dan hoef je niet populair te zijn. Dan hoef je niet om te vallen als er weerstand is, als jij met geloof bezig bent. Dan hoef je geen risicomijdend gedrag te vertonen. Maar dan mag je weten dat er ook voor jou gebeden wordt door de Heer Jezus op de troon die voor ons bidt en pleit, zoals Paulus zegt, maar ook in het hoge priesterlijk gebed, het volgende hoofdstuk dus, vers 15, laten we die woorden maar eens lezen, Johannes 17, vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. De Heer Jezus bidt voor jou, voor mij, niet dat je dat allemaal niet zult tegenkomen, die weerstand. Maar hij bidt dat je bewaard wordt voor de boze. Dat je er goed mee omgaat. Dat je niet de boze, de duivel, de kans geeft om zijn werk te doen. En dat is het gebed van de Heer Jezus, wat je ook zelf op de lippen mag nemen om door te gaan. Als je de beschrijving van de hemelvaart leest in het Lucas-evangelie, dan legt de Heer Jezus een aantal van deze dingen ook uit, geeft hij opnieuw onderwijs aan zijn discipelen. En heel opvallend is dan dat ze vol blijdschap zijn. Blijdschap, omdat ze zien dat Gods plan door zal gaan. Dus dat overzicht is niet alleen
bedreigend, want zo kan je dat wel degelijk ervaren. Maar is ook dat je zegt, oké, zo zit het leven in elkaar. Maar de Heer is altijd bereikbaar. En dat geeft mij blijdschap. Of in dat beeld van hoofdstuk 16, vers 21 en 22. Waar we lezen, wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat de mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Het beeld van die bevalling, die heel zwaar is, kwetsbaar om er als man, als vader over te spreken. Maar dat is een zware bevalling. En zo wordt de tijd tot aan de wederkomst ook getekend. En probeer het niet mooier op te poetsen dan de werkelijkheid is. Maar leef vanuit het uitzicht, dat is hoop, dat is Bijbelse hoop. Zoals Petrus dat ook prachtig verwoordt in 1 Petrus 1. Dat uitzicht naar God toe. Die hoop doet leven. En de Heer Jezus vat het dan samen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, 33, opdat u in mij vrede zult hebben. Vrede. Vrede, contact. Verbondenheid met God. Harmonie. En het wonder van geloof, en ik hoop dat je daar iets van ontdekt en ontdekt hebt, is dat je te midden van de bedreigingen van deze wereld vrede met God kunt hebben en moed en kracht krijgt om te leven. Bemoediging door blijvende verbondenheid. Zo hebben we geluisterd naar Jezus die ons blijft bemoedigen. Door het contact wat er is, door het onderwijs dat Hij geeft en door het overzicht dat Hij geeft. Hoe ga je daar nou verder mee in je leven? Wat ga je nou met deze boodschap doen? Enkele woorden daarover. Ik hoop dat ze je helpen om deze boodschap niet te vergeten, maar ermee aan de slag te zijn in je leven. Onder de zegen van God. In verbondenheid met Hem. Kijk maar vanuit Pinksteren. En wij mogen terugkijken op Pinksteren. En dan zie ik een van die discipelen, Petrus, die alle kanten op stuitert, die het vaak niet begrijpt, die Jezus, al heeft die grote woorden erover gesproken, toch in de steek laat, die ineens opstaat op de Pinksterdag en dan zie je inderdaad, het valt op zijn plek en hij houdt een prachtige preek. En in de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zijn ze biddend bij elkaar. Verwachtend, uitzien, oefenen in het contact. Lees maar eens in de komende tijd maar eens door Handelingen heen. En ontvang die bemoediging. Dat je zegt van, wat geweldig dat zij in de kracht van God bleven staan. En onderweg gingen. Niet bleven stilstaan. En blijf maar onderwijs ontvangen. Besef maar dat er maar één fundament in je leven is en dat is de Heer Jezus zelf, zijn volbrachte werk. Leef er niet langsheen. Denk niet te snel dat je het begrijpt, maar geloof het wel. En vertrouw je bidden toe aan God die je daarin niet in de steek zal laten. En als het gaat over dat overzicht, misschien een heel uitdagende, haast eigen tijds geformuleerde vraag. Durf God op dit moment in jouw leven te ervaren. Ook al is er weerstand, ook in je eigen hart. Koester de blijdschap dat je zegt, oké, niets kan mij meer scheiden van de liefde van Christus, zoals Paulus zegt. En het woord vrede, ga daar maar eens op kouwen. Ga daar maar eens een poosje over nadenken. Vrede als vrucht van de geest. Waarin weer duidelijk wordt dat wat God aan ons vraagt, Hij altijd bereid is om te geven. Jezus blijft ons bemoedigen.
En niet als je langs deze boodschap heen leeft. Als je zegt van nu ga ik er zelf mee aan de slag. Ik kan het zonder God wel verder afwikkelen in mijn leven. Dan zou je het allemaal zelf moeten regelen. Maar ga naar hem toe. Elke dag weer opnieuw. Heb contact met hem. Ontvang onderwijs. En leef vanuit zijn overzicht. Elke dag weer opnieuw. Jezus blijft ons bemoedigen. En als je zo met God leeft, dan kan je verder. Dan kan je elke keer weer verder met een prachtig uitzicht. En we sluiten deze verkondiging dan af met enkele woorden uit Johannes 14. Het begin van die hele reden die Jezus houdt tegen zijn discipelen. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat is uitzicht. Leef vanuit dat geloof. Leef in dat vertrouwen. En geniet nu al van dat uitzicht. Amen.
Laten wij danken en bidden. Heer onze God, dank u wel dat we met u ook opnieuw in dit gebed contact mogen hebben. En dat we dat elk moment van ons leven mogen doen. U maakt ons vandaag duidelijk dat het belangrijk is. Dat het alles bepalend is in ons leven om in contact met u te leven. Help ons erbij door uw Heilige Geest, die uitgestort is. Die tot in ons leven brengt wat u, Heer Jezus, hebt gezegd. Je blijft ons onderwijs geven. Ook als we eigenwijs zijn en denken dat we het allemaal wel weten. Verras ons door uw aanwezigheid, door uw boodschap. Ook in ons persoonlijke leven. Dat we tijd nemen om u te ontmoeten. In de Bijbel, in een goed boek, in een gesprek. Om meer te leren van u. En wilt u onze leraar zijn door onze leraren heen? Of we nu catecheten zijn, of predikanten, of kerkraadsleden, of schoolmeesters, of anderen in onderwijs. Dank u wel dat er veel mensen zijn die ons leren wie u bent. En als er weerstand is, Heer, wilt u dan die wegnemen? Want we hebben een belangrijke boodschap gehoord, die alleen niet zomaar aansluit op ons leven. Die bij ons ook van alles kan oproepen. Die ons ook hulp, een gevoel van hulpeloosheid kunnen geven. Wilt u ons dan helpen zoals uw Heilige Geest de helper bent, de trooster. U die voor ons instaat en onze leraar bent. Heer, ga met ons mee onderweg. En leer ons dat niet ons overzicht leading is, maar dat u overzicht kracht geeft, bemoediging, blijdschap. Ook al kan het leven ook vol weerstanden zitten op allerlei vlakken. Help ons om niet risicomijdend te zijn, maar uit te komen voor uw naam. Vol liefde en passie voor andere mensen. Heer, zo gaat u met ons mee onderweg in de tijd die komt. Een tijd van leven, Heer. Laat dat een tijd van zegen zijn. Van groei. Van ontdekken. Van geloof. Een tijd tot aan uw wederkomst. Heer, wilt u zelf geven dat angst verdwijnt doordat er vertrouwen mag zijn. Geef ons dat vertrouwen. Als we misschien oud zijn al en er zo angstig over kunnen zijn om u te moeten ontmoeten. Geef ons het besef van uw genade. Van uw vergeving. Van uw uitnodiging. Heren, zo gaan we onderweg. Biddend. Verbonden met elkaar. Onderweg naar uw toekomst. Laat ons niet verloren gaan. Begeleid ons. Help ons om u te volgen. Help ons om leerlingen van u te zijn. Om zo een geestelijk avontuur tegemoet te gaan, waarin we telkens weer meer u mogen ontdekken in ons leven. U kent ons hart, u kent ons verstand, u kent de omstandigheden van het leven. Baan een weg naar uw toekomst. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ik wijs u nog even op de mogelijkheden om deel te nemen aan de collecte. Die zijn u bekend en komen ook in beeld. En dan zingen wij ons slotlied Psalm 93. Psalm 93 als ons slotlied wat wij samen met elkaar zingen.
jullie als gemeente ook nog persoonlijk feliciteren dat dominee Mulder het beroep heeft aangenomen naar uw gemeente. En dat u naast dominee van der Ree een tweede predikant mag ontvangen uit de handen van de Heere. Veel zegen ook onder zijn bediening toegewenst. Laten wij nu van hier gaan onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.